We hebben samen een superleuk pakket met superveel cadeaus voor jullie samengesteld. Dus hierbij komen alle cadeaus. Hallo, goedemorgen! Het is donderdag vandaag en we beginnen weer met pap. Ik ben echt de laatste dagen zo verslaafd aan pap. Het zal met de zwangerschap te maken hebben. Ik moet het nu hebben, Jola. En Bart is al naar zijn werk. Die heeft een afspraak vandaag. Dus die moest vanuit dit huisje ergens naartoe. Helemaal in pak. En straks dan, komt hij mij weer ophalen. En Jola die wordt straks ook door de vader opgehaald voor een dagje. Gaat ze met hem mee. Uitzoeken voor de vlogs is soms nog best veel werk. Nee. Kijk, het moet passen bij dit. Dat we aan het fietsen zijn gisteren. Weet je wel? Oh ja. Dus daar moet het bij passen. Nee. Deze heb ik al te vaak. Nee. Nou. Nee. Ik geef hem toch even een kans. Even kijken hoe het staat. Ja? Ja. Ik hoop er niet. Nee. 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 Mwa. Nee. Ik zeg nee, man. Ik zeg nee. Nee, man. Trouwens, altijd heel moeilijk om te zeggen als mensen vragen welke muziek is dit die je hebt gebruikt. Want het komt uit een library die speciaal voor YouTubers is. Dus het is geen muziek die op Spotify staat ofzo. Nee mensen, nee. Nee, helaas. Want soms zitten er wel echt hele leuke nummers bij. Maar soms is het ook wel heel lang zoeken. Ja, net zoals... What? Even kijken, geef maar een kans. Geef hem een kans. Ja? Wow! Yo! Jezus! Ik had jullie trouwens beloofd om nog een keertje terug te komen op dat ik 10.000 abonnees had. Dat wilde ik toch een beetje vieren met jullie, maar ik had niet echt iets wat voorbij kwam, wat ik leuk vond. Ik had ook niet iets om weg te geven of zo. Mijn e-book die geef ik al elke maand 10 keer weg. Dus toen kwam er iets op mijn pad en ik dacht dat is wel leuk omdat ik 10.000 abonnees had. En nu eigenlijk alweer bijna 20.000. Het is echt heel snel gegaan de laatste tijd. Echt zo blij ben ik daarom. En bij de 20 doe ik wel weer wat anders. Maar wat gaat er nou komen? We gaan dus een leuke grote giveaway organiseren samen met allerlei andere YouTubers. We hebben samen een superleuk pakket met superveel cadeaus voor jullie samengesteld. Dus hierbij komen alle cadeaus voorbij. Wij zijn Celine en O en we maken dagelijkse vlogs en wij houden ook van pretparken, heel erg zelf. En we hebben voor jou 2 tickets van Walibi Belgium. Ja. Er zijn heel veel attracties en ja, dat willen we graag met jou. Ik ben Denise Kroes van het YouTube kanaal Denise Kroes natuurlijk. En ik geef aan de winnaar van deze giveaway een superleuke zonnebril van Match Pieces. Een echt zilver kettingje met een sterretje, super cute. En make-up van NYX, een eyeliner en oogschaduw. Succes! Mwah! De prijs die je van mij zal ontvangen is dit oogschaduwpalet van W7, een maskertje in de vorm van een panda en 2 leuke bath bombs.
Hallo, wij zijn Jeffrey en Jentel van Our Little Fortune en ook wij doen mee aan de giveaway. Ja, wij zijn nu heerlijk aan het genieten in de Toscaanse zon, maar we willen jullie ook heel graag laten verwennen door een Planet Perfume Bond ter waarde van €55 voor zowel een mannen- als een vrouwenverzorging. Je kan dus kiezen. Ja, meedoen. Dus zeker meedoen, hè. Check! Veel succes! Doei! Hallo, ik ben Thalisa van Family Loop en ik geef weg dit leuke tasje van Parfum. Deze armband van Parfum. Het Urban Decay Moondust Palet. En een lekker geurtje van Bath & Body Works. Veel succes! Ik ben Just Jade en ik geef dit leuke pakket van Vogue Girl weg. Het bevat een handtas, een douchegel, een deo en dan nog een reispakket met douchegel en deo. Een sponsje om je te wassen en een leuk lampje. Hallo! Hallo! Wij zijn Celine. En Nick. En Wilke. Van Nice Family. En wij geven deze mooie triangle bikini weg. Yay! Hallo! Wij zijn Amani en Jayona van het kanaal Daily Twin Life. En wij geven 5 tonen chocoladerepen weg. Voor de giveaway geef ik deze superleuke en supermooie fuchsia Gucci lookalike handtas weg. Het is dus een grote versie, er zijn ook kleine, maar deze is een grote versie. Zoals jullie kunnen zien. En hij is dus ideaal voor alle fashion lovers out there. Ik geef een filmdoosje weg, zodat je samen met je vriendinnen een superleuke namiddag in de bioscoop kunt beleven. Hoi, ik ben Disney Lomans. En wat ik weggeef, dat is mijn Oh My Fitness 8 weken plan om helemaal fit en gezond te worden. En die geef ik maar liefst 10 keer weg. Dankjewel voor het meedoen. Doei! Hi, mijn naam is Noël van het YouTube kanaal Noël van Dreven. En de dingen die ik inleg voor deze winactie zijn als eerste deze 4 chokers en chokers setjes. En ook deze Zeemeermin make-up kwasten set. Oké, wil je nou ook winnen? Dan moet je jezelf abonneren op alle YouTube kanalen die voorbij zijn gekomen. En die vind je onderaan mijn video in de beschrijving. Deze video natuurlijk even liken. En eventjes in de video achterlaten waarom jij wil winnen. Laat maar eventjes weten. Deze winactie die loopt tot met 7 september. En op 11 september dan worden de winnaars bekendgemaakt. En alle pakketjes van de winnaars, die worden dus apart door alle YouTubers verstuurd. Dus je krijgt niet alles in één pakket opgestuurd, maar in aparte pakketjes. So that you know. Oh ja, en zet even je profiel op openbaar. Want dan kunnen ze checken of je op iedereen hebt geabonneerd. Dixie. Bart is er weer. Zo, alle spullen in de auto en Bart weer bij me. En onderweg terug naar huis. Yay. En Jola, die is opgehaald door de vader inmiddels in Maarsen. Dus die is een dagje met hem mee en daarna gaat ze een weekendje logeren bij haar opa en oma. Dus jullie zullen even missen. En dan gaan wij naar Mystery Land. Kirsten die gaat ons haar nog doen. Bij mij gaat ze weer nieuwe highlights inzetten. Want misschien hebben jullie dat wel gezien. Een hele tijd geleden had ik een toner gekocht. Dat is om je haar een beetje zilvergrijs te maken. Ja, ik weet het heel mooi in Bart. Maar ik vond dat het geen nut had om het nu te doen. Want ik heb hier best nog wel wat donkere plekken. Vind ik zelf. Dus ze mag even eerst wat goede highlights bij gaan zetten. Hele mooie, fijne doet ze altijd. Dus je ziet het eigenlijk bijna niet dat het highlights zijn. Maar het zit heel fijntjes door mijn haar heen. En dan gaan we shinen. En wat doe jij? Gewoon knippen. Ja. Scheidingje. Doe je weer die scheiding? Ja. Ik had via United Wardrobe kattenoortjes bij een meisje besteld. Heel erg lief. Bij Ene Nora. Maar ze had er helemaal een heel lief briefje bij gedaan. Dat ze mijn YouTube filmpje zo leuk vindt en zo. Dankjewel Nora. Maar hey, en ook nog een cadeautje erbij gedaan. Heel lief. En toen zaten de oortjes er niet aan. Die zijn in de post waarschijnlijk eraf gebroken. Lekker hè, zo gaan ze dus met post om. Waarschijnlijk gewoon vet hardhandig ook. Dus, maar ik heb een lijmpistool. Dus ik denk dat ik het met lijmpistool wel kan fixen. En deze heb ik ook besteld. Leuk hè? Zo cute. Ja, moest ik gewoon een keer hebben. Zo kinderachtig ben ik nog wel. En we hebben
pizza besteld. 2 vega pizza's. Pomodori. 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 Oh, wat lekker. Pomodori, wat een lekkere pizza. Pomodori. Doodje van Kirsten. Oh. Hoi. Even kijken. Hoe heet het daar voor jullie? Oh, wat leuk! Oh, die heb ik al in mijn hand gehad. Oh, wat goed dat je hem niet hebt gekocht. Ja, super leuk! Ik hoop dat vind ik echt super leuk! Ja, je hebt ook nog je kraamboek en. Maar dit is de eer. Je hebt ook zelfs Ik wil zwanger worden. Boek had je er ook van. Te laat. Echt? Ja, serieus? Er zijn allemaal tips in en zo. Of is dat ook nee, een dagboek? Er staan vragen in. En die moet je ja, beantwoorden. Ja, heel leuk. Elke dag. Maar of elke week. Je kan natuurlijk nooit elke week een verslag maken van je zwangerschap. Of deed ik niet in ieder geval. Nee. Zelf te verzinnen, dat doe je niet. Nee. Een videoverslag. Dat ja, dat hebben jullie natuurlijk. Ja, ik heb hem al in mijn hand gehad. Maar toen was, en ik had hem echt bijna gekocht. En Jolo stond naast me en die zei, mama, en toen dacht ik, nou oké, en toen moest ik weer naar Bart toe. Maar er staan ook allemaal tips in en zo, hè? Van een soort checklist-achtig iets. Maar, heb je al dingen voor de... Hoe ze eruit zien. Ja, ja, dat staat allemaal bij met een... Ja, ik vind dit altijd zoveel leuker dan digitaal. Ja, want, ja. En ook die tekeningen. Een beetje gewoon tastbaar. Een beetje blondachtig tekeningen. En van Jolo had ik dit ook. Yeah, en Jolo vindt het nog steeds leuk om in te kijken. Ja. Highlights. Weer even een beetje blond aan de bovenkant. En roze en zilver, toch? Want, ja, blauw. Blauw, wow. Oh, de folietjes zitten er weer in. En Bart die krijgt weer zo'n mooie geschoren shading. Hoe noemde ik het ook alweer? Italian haircut. Ja. Kijk eens wat ik heb gespot bij Kirsten thuis. Mijn eigen weekmenu van het Oh My Fitness plan. Wil je boek ook zien? Die ligt in de la. Echt? Oh My Fitness, ze heeft gewoon het hele boek uitgeprint. Ja. Voor tijd om een hardcopy te maken, denk ik. Het komt nooit meer goed. Nou, blauw staat mij echt heel goed. Zo, zie me aankomen hè, bij het transavia. Oh, ik moet nog één vlucht doen. Ja, met zo'n KLM kleurtje in je haar. Tada! Zo. Lekker weer wat highlights erin. Als het goed is, zijn ze net even iets witter dan normaal. Vanwege de toner die er overheen zit. Anyway, ik ga eventjes de Mysteryland spullen inpakken. Maar het is al 9:30, dus ik ben best moe. En het wordt echt nog even goed nadenken en een gedoe. Want ik heb eigenlijk nog geen idee hoe ik dat ga doen met mijn camera en de batterijen opladen. En de kaarten leeghalen. Ik denk dat ik dat niet kan doen, dus dat ik een beetje moet beperken met filmen. Oh no! Want ik heb daar geen stroom. En ik ga ook mijn laptop niet meenemen. Want ja, wat, je weet nooit wat er uit je tent gehaald wordt natuurlijk of zo. Dus, yes. Even over nadenken nog. Anyway, de rest gaan we morgen allemaal wel zien. Tot morgen. Bedankt voor het kijken voor vandaag. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het dan zeker even hier. Thank you. Doei.